kan je wat sneller alstublieft? Normaal gezien vindt de jaarlijkse lintepoets in de Nederlandwijk in Wilrijk altijd plaats op 25 april. Maar nu met het COVID-19 coronavirus was deze uitgesteld naar zondag 17 mei en wij zijn eens een kijkje gaan nemen. Meneer Verbrugge, normaal was het op 25 april lintepoets in Wilrijk. Dat is niet kunnen doorgaan. Maar vandaag doen jullie hier toch wel iets, hè? Wat doen jullie? Ja, in plaats van de lintepoets dat we ieder jaar doen, hebben we nu gekozen voor Fleurkesdag. Om de straat toch op te fleuren. Alleen dat het deze jaar niet met een groot feest is en met eten en drinken gaat allemaal weg. Het is alleen Stafke, onze buurman, die zorgt elk jaar voor de plantjes. Hij had dat dit jaar ook gedaan, dus anders blijft hij met al die plantjes zitten. En we gaan dat nu toch doen. De mensen van de straat hebben allemaal aan hun boomspiegels al plantjes geplant. Dus onze straat gaat er heel fleurig uitzien, ondanks dat de lentepoets niet doorgaat. En jullie straat is de Schuurveldlaan, waar nog wel wat van alles gebeurt. Ja, 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 ja. De Schuurveldlaan is een feeststraat eigenlijk. Wij doen in de winter ook een winterfeest met een barbecue, ook voor alle mensen van de straat. Dan een barbecue en de mensen maken dan ook zelf soep en ze brengen dat mee, dat iedereen mee kan eten en drinken en plezier. En we hebben dan ook een bar en die noemt tot dat stop is. Het is dus, gewoonlijk wel op zeker. En gewoonlijk is het op en dan sluiten we en dan is het feest gedaan. En dan kijken we weer uit naar de lentepoets en zo is het ieder jaar opnieuw. Ja. En de Schuurveldlaan ligt daar weer in de Nederlandswijk? Ja. Er was ook heel veel geprogrammeerd deze zomer. Zeg je dat er allemaal mis kunnen doorgaan? Ik zit ook in de Nederlandraad. En dat is een wijkvereniging. Wij doen heel veel activiteiten. 7 grote feesten op een jaar. Dit jaar is het paasfeest al niet kunnen doorgaan. En heel, heel jammer, want wij hadden de paaseitjes al aangekocht. We hadden 25 kilo paaseitjes gekocht. Jammer genoeg kon het niet doorgaan en we hebben dan toch gekozen voor die paaseitjes te schenken aan de welzijnsschakels in Wilrijk. In deze rare tijd, want ik wil het woord niet uitspreken, maar in deze rare tijd zijn er toch 31 gezinnen bijgekomen. En dat wil zeggen 48 volwassenen die erbij gekomen zijn en 46 kinderen die nu in kansarmoede leven. In totaal heeft de welzijnsschakel Wilrijk 158 gezinnen. Dus dat wil zeggen 231 volwassenen en 227 kinderen. Dus als je daarbij stilstaat, is dat toch een heel aantal dat er in België en overal heel veel armoede gaat zijn. Als we al zien in Wilrijk, zoveel kinderen en zoveel volwassenen. Ja, en dat gaat nog toenemen, hè, natuurlijk. Ja, dit gaat alleen over Wilrijk natuurlijk. Ja, ja, alleen die cijfers zijn enkel en alleen voor Wilrijk. Ja. Heel erg. Hier in Nederland, er is ook nog het Nederland Hof. Ja. Dat wordt nu gedeeltelijk gebruikt als school, heb ik begrepen. Ja, het cafetaria van het Nederland Hof is nu ingenomen als leraarlokaal, omdat zij veel te klein zaten en zij moeten ook de social distance hebben. En daarmee hebben ze in het cafetaria dat ingenomen. Moesten er nog klassen bij komen, heb ik vernomen dat ze desnoods de kapel er nog gaan bijnemen, de bovenzaal nog gaan bijnemen. Dus is onze vraag van welke activiteiten kunnen we nog laten doorgaan. Want in onze sportdag in juni is ook al afgelast. Ons dierenparkfeest in augustus is al afgelast. Het volgende activiteit is een quiz. Dus in oktober, dat twijfelen we aan dat dat wel kan doorgaan. En dan zitten we al in november met de kunsttentoonstelling in de sporthal. Denk ook niet dat dat doorgaat. En dan zitten we als Sinterklaasfeest met 140 kinderen. Dus dat zal ook niet lukken dit jaar. En dan de kerstmarkt, dus dat zal ook niet lukken. Dus dit jaar zal er niet veel gebeuren hier op de wijk. Maar we zijn toch blij dat we dat vandaag hier kunnen doen. Wat er is nog iets, jullie geven ook elke avond applaus. Ja, wij geven elke avond van in het begin al applaus. We zijn zo dankbaar voor al die helden. Maar in onze gedachten toch ook altijd een beetje applaus voor al de mensen die vechten op intensieve zorg, de beademing en zo. Dat denken we dan toch ook aan en geven ook dat applaus voor hen. Dus wij kunnen al zeggen dat we woensdag dat applaus live gaan uitzenden op al onze kanalen. De kanalen van Mortsel TV. Ja. Dus woensdag zijn we hier terug. Woensdag gaan we zeker terug weer applaudisseren. Oké, okay, bedankt. Graag gedaan. Ja. Hiermee wil ik onze goede gebeuren bedanken voor hun inzet elk jaar opnieuw voor de bloemetjes en de plantjes. Graag gedaan. Ah, ja. Ja. En dan op het einde met de...